is dus eigenlijk naar Dreamweaver toe. Nou, ik heb Dreamweaver al opgestart. Ik krijg dus hier beginscherm. En we gaan dus een nieuwe HTML aanmaken. En dat is dus al meteen ingevuld voor jou. Daar gaan we dus een aantal dingen in aanpassen. De doctype, dat is dus het mooie van HTML5, hoef je dus niet heel dit rilletje neer te zetten. Dat is dus nog de oude HTML. Zal je gewoon weg. Je zegt gewoon doctype is HTML. Dat is dus HTML5. Dat is dus dit soort dingen niet meer nodig. Dat handelt hij vanzelf af. Dat is eigenlijk het eerste gedeelte. Als je goed kijkt, heb je dus die doctype hier staan. Hij geeft dus gewoon aan wat is dit voor een soort HTML-pagina. Het is een HTML-pagina. En HTML is eigenlijk gewoon, hij komt elke keer met een bepaalde dingen terug. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het HTML gedeelte, HTML gaat hier open. En als je naar regel 10 kijkt hier, staat er weer HTML, maar er zit dus een slashje voor. Dit is eigenlijk een soort terugkomend iets wat je heel tijd ziet. Hier heb je ook een head, die opent hier en sluit daar weer. Je hebt hier een body, die opent hier en sluit hier. Titel, die opent hier, sluit hier. En je ziet dus ook elke keer hetgene wat terugkomt. Dus elke keer je opent een element en je sluit hem ook weer met dezelfde naam van het element met een slash. Er zijn een aantal elementen die dus eigenlijk op één regel gewoon opent en sluiten. Zoals deze meta bijvoorbeeld. Deze meta die opent en die heeft ook meteen een sluitteken. Maar dat is eigenlijk meer een uitzondering dan regel. Je hebt gewoon een aantal elementen die dat hebben. Image heeft het bijvoorbeeld, gewoon als je een plaatje erin zet, die heeft ook gewoon één regel. Maar de meeste zijn gewoon dat je er dus iets tussen kunt zetten. Nou, de title van deze pagina is dus gewoon Untitled Document. Nou, wat is de title van een HTML pagina? Heel simpel. Dat is eigenlijk wat hier boven in het tabje komt te staan. Dat is je titel van je pagina. Nou, die kun je dus aanpassen in Dreamweaver hier. Dus je kunt hier gewoon zeggen van oké, Jackie's portfolio. Portfolio page. Zoiets. En je klikt op enter. En je ziet dus hier bij die title dat hij dat dus hier heeft ook aangepast. Je kunt dus hier ook gewoon iets typen, hè, of weghalen. Als je dus dit weghaalt, je klikt op refresh, dan zie je dus ook dat het hierboven is aangepast. Je kunt het zelfs hier typen als je wil. Dus er zijn verschillende plekken waar je het kunt aanpassen. Ik zal sowieso aangeven van deze tutorial is voornamelijk gebaseerd op dat je dus zelf eigenlijk dingen typt. Dat je ook begrijpt hoe je elementen om moet zetten en moet vullen. Ik zal Dreamweaver wel gebruiken voor een bepaalde dingen om het iets makkelijker te maken. En wat ook wel zo is, is dat Dreamweaver code hinting betekent gewoon, hij weet dus bijvoorbeeld wanneer een bepaald element moet afgesloten worden, dan doet hij dat al bijna automatisch voor je. En de kleurencodering wat je hier ziet, dus dat blauwe en zwart, dat is ook hartstikke handig. Dus dit is even het eerste stukje. Het is nog vrij makkelijk. Hoe is de HTML opgedeeld? Nou, je hebt dus de HTML en dan heb je hier een head. Daar zit die title in, hè. Dat is eigenlijk waar je dus de koppeling maakt naar je stylesheet. Je zet hier wat meta tags misschien bijvoorbeeld in. Dat je zegt van oké, voor vindbaarheid. Wat kun je hier nog meer in zetten? Linkjes naar JavaScript als je die wil gebruiken. Nou, dat is wel een beetje ongeveer. De body is daarentegen gewoon eigenlijk waar eigenlijk alles in komt te staan. Dus dat is de body. Dus deze tussen deze en deze, dus deze twee, daar komt eigenlijk alles in te staan wat je wil laten zien qua inhoud. Nou, dat is dat gedeelte.
Oké, dus we hebben nu dus de doctype aangegeven, we hebben de titel aangepast. Ik heb even uitgelegd wat deze onderdelen betekent, de head, body. Er zijn nog een aantal dingen die je dus moet kunnen, die je kunt aangeven. Bijvoorbeeld bij HTML kun je aangeven wat voor taal je site is. Nou, we hebben een Nederlandse site, dus ik geef hier gewoon NL aan. De meta informatie wat hij hier aangeeft, wat Dreamy vooral voor je heeft ingevuld, kun je ook een stuk korter maken. Je kunt gewoon eigenlijk de character set aangeven dat die UTF-8 is. Ja, dat houdt eigenlijk gewoon in wat voor karakters je gebruikt. Verder niet echt interessant om dat verder nog uit te leggen. Je moet het wel even aangeven. Oké,